Een buitengewoon goedenavond, beste ouders, beste opvoeders. De naam is Fitse Alsenouds en ik ben professor in de volkskunst aan de Universiteit van Harderwijk. Het is ongelooflijk wat je in afgelegen dorpen, oude kloosters, verre woestijnen, overal waar eeuwen en eeuwen lang mensen hebben gewoond, het is werkelijk onongelooflijk wat daar allemaal voor kunst is gemaakt. Ik bedoel dus iconen, wandtapijten, handgeweven kleding. Allemaal kunstuitingen die wij geleerden zo treffend volkscultuur plegen te noemen. En omdat ik hoogleraar ben aan een kleine universiteit in Harderwijk, hebben wij de financiële middelen niet om mij over de hele wereld te sturen om al deze prachtige kunstuitingen te bezoeken. Vandaar dat ik ben gaan grasduinen in het archief en ik heb hele mooie documentaires gevonden. Zo ook deze documentaire, een Zweedse documentaire over een wel zeer bijzondere kunstvorm. Mijn Zweeds is niet zo goed meer, ik kan het niet simultaan vertalen, maar kijk maar even mee. Fantastisch, hè? Het is toch ongelooflijk dit? Het is niet wat prachtig. Hoi, wacht even. En mijn mama kan ingenting aan bilar. Je zou zeggen, dat herken ik. Dat is... Zijtje Boes, Volendam, nee, Marke, Wacht nou even. Dat is originele Harderwijkse kleiderdracht. Krijg nou wat zeg. Even bellen. Ah ja, moeder. Ja, met mij. Nee, nou even niet. Nee, luister. Hebben wij die visnetten nog thuis liggen in het fietsenschuurtje? Ja. Zorg dan dat ze als de wieden weer gaan in de brandkast komen. Ja, of in het kamertje. Sluit maar even goed af. Ja, dat is buitengewoon belangrijk en heel veel geld waard. Ja. Nou, 6:15 ben ik thuis. Ja. Dag, moeder. Is het ongelooflijk, hè? Dat je je hele leven lang tussen kunstschatten leeft. En je hebt het niet eens in de gaten.